zingen is eigenlijk mijn hele leven. En ik ben al begonnen vanaf kleins af aan. En ik doe er steeds meer mee, dus ik vind het ook steeds leuker worden. Vroeger heb ik al een keer met een wedstrijd meegedaan toen ik 8 jaar was. En toen heb ik ook gewonnen, dus ja, dat was wel heel leuk. Want je doet nu mee met? The Voice Kids. Nou, ik denk dat er wel 4.000 of 5.000 kinderen meededen. En er werden dan heel veel weggehaald en maar heel weinig uitgekozen. Nou, je geeft je eigenlijk op. En dat is de eerste ronde. En steeds bij elke ronde vallen er allemaal kinderen af. En op het eind heb je nog maar 90 kinderen over. En dan moet je maar Blind Audition gaan doen. En ik heb voor Ilse het lange gekozen. Dat zo ook uit allemaal ook komt. Altijd bij elkaar, mijn armen. Dat wist ik echt meteen. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Dat je aan mij echt genoeg had. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Ja, ik doe ook mee met de Voice of Almelo. En ik heb vandaag ook gerepeteerd ervoor. En dat is wel heel druk natuurlijk, omdat de Voice of Almelo erbij komt en de Voice Kids. Maar het is wel allemaal heel leuk. Het is natuurlijk een avontuur, maar het succes is er. Moet eens kijken wat er gedanst wordt. En hoe de mensen plezier hebben aan de tafels en aan de barretjes. Geweldig. Jack, jij bent de discjockey van de jaren 70 van Biribi. Vertel eens, wat weet je nog van die tijd? Mooie vrouwen, in Almelo. Nee, was leuk, het is gezellige tijd. Je kwam op een gegeven moment in Almelo. Je kwam je als westerling binnen. Je was wel getrouwd te vieren, maar Almelo kende je gewoon niet. En toen zei helemaal alleen van, joh, ik wil jou als discjockey hebben. Ze zei, is goed joh, dat doe ik. Ik zeg, als ik maar betaald. En dat deed hij ook goed. Dus ik ging hier draaien en ik heb het leuk dat het erin had. Wat vind je van de opkomst? Ja, geweldig. We hebben van tevoren gezegd dat er wel 400 man uitkomen. Dat doen we helemaal top. Nou, volgens mij gaan we eroverheen. Even vertellen, er zijn uit Engeland een paar mensen. Die zijn speciaal gekomen. Er komt er eentje uit Emmen, er komt er eentje uit Vught. Eentje uit Brussel. Nou, te gek. Met andere woorden, niemand is nog Biribi vergeten. Nee, mij ook niet. Dat vind ik heel fijn. Ik was heel veel koppen kwijt, maar als je dat helemaal ziet, nou, ik moest wel even een traantje wegpinken hoor. Dat doe ik vanavond ook nog een keer thuis. Reunie van Biribi. Moet het in de toekomst vaker gebeuren? Reunie van Biribi. Moet dat in de toekomst vaker gebeuren? Nou, het hoeft niet zozeer een reunie van Biribi te zijn, maar gewoon lekker weer goud van hout met jong nieuw volk erbij. Dan blijft die muziek gewoon gaan. En lengte van dagen. En dat jurk jij toe? Juist. Ik zal graag de aftrap willen geven met de presentatie. Als u leuk. Wat is de aanleiding? Volgende sheet. 6 verenigingen die met elkaar een bestuur zijn gaan vormen deze clubs om met elkaar een beweging op gang te brengen. Dat is 5 jaar geleden begonnen, ook in de raadzaal, om het verschil te maken. Want dat was eigenlijk de vraag van vanuit de maatschappij ook het verschil maken als het gaat om doelstellingen, maatschappelijke doelstellingen. Wat vond u van deze politiek?
ik vond dat het in het begin heel veel ging over het geld. En hoe kunnen we het geld nog ergens weghalen als Natuurhuis. Maar aan het eind van de vergadering vond ik toch heel veel positieve geluiden. Waarbij het niet zozeer ging om het geld, maar wel van hoe gaan we het realiseren. Het Natuurhuis. En dan moeten we maar zien als gemeente met slimme oplossingen komen waar we het geld vandaan halen. En zaken die in het verleden mondeling zijn afgesproken, om die ook dan goed vast te leggen. Zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn. Maar ik heb het gevoel gekregen dat iedereen voor is voor het gemeente, voor het Natuurhuis. Dat men het wil en men gaat nu op zoek naar geld. En waar het vandaan moet komen, dat is nog niet helemaal bekend. Maar vond u niet dat het een beetje verzanden in procedures? Dat wel, maar dat hoort volgens mij bij de politiek. Om daar eerst wat zandstormen op te roepen enzovoort. Heb je hier wel naar gekeken, heb je daar wel naar gekeken? Nou, we hebben alle mogelijke oplossingen om geld bij elkaar te krijgen, hebben we onderzocht. En dit is het gewoon. Het is uitgebreid ook met de aannemers gesproken, met subsidiënten, sponsoren. Maar we komen 180.000 euro tekort. En dan moeten we nog ontstinkende best doen om die 100.000 en ook die 50.000 euro bij die aannemers weg te krijgen. Maar dit is het zo'n beetje. En zit daar die 175.000 van het gebouw aan de Delftse straat bij in? Ja, daar zitten we in. Ja. Dus als we 100.000 subsidies spontaan start krijgen, 175.000 van verkoop van de tijdelijke Natuurhuis, dan komen we nog 180.000 euro tekort. Dat is nog een heel bedrag. Dat is gewoon een heel, heel groot bedrag, dat klopt. Maar als je kijkt wat de gemeente ervoor terugkrijgt. Ze krijgen een prachtig Natuurhuis in een heel mooi park, wat onderhouden wordt door de Stichting Natuurhuis. Het wordt echt straks een parel van de stad. En als je er langs loopt, dan zullen heel veel mensen naar binnen toe gaan. En ook het grote voordeel is dat veel meer mensen dan ook het nut van de natuur of inzien. Je hebt alweer het is weer een aantal weken geleden dat die Nederlandse beker werd veroverd. Het was een weekend waarin jullie boven jezelf uitstegen. Nou, dat weet ik niet of we boven onszelf uitgestegen zijn. We hebben het volleybal gespeeld wat we kunnen spelen. We hebben naartoe gewerkt dat spelers daar fit waren. En ja, sommigen waren met plakband aan elkaar geplakt. Maar op dat moment konden ze wel optimaal presteren, maar dat kunnen we niet over langere termijn, want daarvoor zijn de blessures die ze hebben te ernstig. Ja, dat is inderdaad heel jammer, want eigenlijk laten we dan zien dat we zo goed kunnen spelen dat we van iedereen kunnen winnen. Maar ja, helaas hebben we dat inderdaad niet door kunnen zetten. Ik denk ook dat het iets te maken heeft met blessures. We hebben best wel veel blessures gehad. Hadden we eigenlijk ook al tijdens het bekerweekend wat kleine pijntjes. En het heeft zich toch doorgezet in wat overbelastingklachten en wat andere ongelukkige dingen eigenlijk. Dus we hebben nu nog maar een kleine selectie voor bij de wedstrijden en ook voor bij de training. Dat is natuurlijk best wel nadelig. Maar en waar het verder aan ligt is altijd een beetje gissen natuurlijk. We willen graag ook zelf die lijn doorzetten. Maar dat lukt dan niet altijd met zo'n jong team. Het bereiken van de Final Four en het bereiken van de play-offs was eigenlijk het doel? Nou, eigenlijk was het doel dat we dit jaar erin zouden blijven. Bij de laatste zes zouden we komen in de... Daar was ik al erg tevreden mee. Ik had niet het gevoel aan het begin van het seizoen dat we dat zomaar even zouden gaan halen. En dat heeft er natuurlijk nog even om gehangen. Maar mijn doel van het team was eigenlijk zorgen dat we erin blijven en de finale ronde halen. Ben jij tevreden met het niveau waarop die 7 meiden op dit moment acteren? Ja, die 7 die doen het prima. Daar is niks mis mee. Maar het is gewoon lastig trainen met 7-8 mensen en dat is hetgeen wat ons opbreekt. We kunnen geen teamtraining doen, we kunnen alleen maar individuele dingen doen. En als je op dit niveau echt aan de weg wilt timmeren, dan moet je gewoon 11 of 12 spelers hebben. Zodat je 6 tegen 5, 6 tegen 6 kunt spelen en onder druk kunt volleyballen. En het mooie van deze prijs, het is tenslotte de beker van de Eredivisie volleybal. Dat is Heracles, by the way, niet gelukt. Ja. Maar dat zijn ook mannen en jullie zijn vrouwen. We brengen jullie naar Almelo. En dat is een boost voor heel sportminnend Almelo. Jullie zijn een voorbeeld voor jonge meisjes, jonge jongetjes
En die willen dat ook bereiken. Die willen hier ook een keer staan. En het is echt uniek. En dat is ook de reden geweest dat wij hen als heel team uitgenodigd hebben. En op deze manier hebben gehuldigd met de beker die zij behaald hebben. Het gebeurt natuurlijk niet zo vaak dat een ploeg uit Almelo een dergelijk resultaat haalt. En dan uitgenodigd wordt in het huis van de stad. Nee, dus wij vonden het ook heel passend als college, als blijk van waardering, om ze hier uit te nodigen. Ook vlak voor de raadsvergadering, zodat raadsleden er ook bij betrokken zijn. En hun hier echt letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes te zetten. Dames, ongelooflijk succes. Engelenkoren zullen mij met gezang verblijden. Heer, wil deze dronken lap tot uw schapen leiden. Zo mooi kan poëzie zijn. De terechte eerste plaats in de Willem Wilming dichtwedstrijd 2016 is voor In een jurk van zand van Roos van Zen uit Haarlem. Er is wind. En er zijn paden die naar mos en lijken ruiken. De regen, las ik ergens, zit vol lood. De randen van het land staan onder water en het broeit. Er jagen hongerige reigers en een roek, markeren bossen, helmgras, sloot. Hier groeien stippelmot en keep. Hier klopt een spechte smitse. Ik strooi met stiltes langs het vraatspoor van een zwijn. Er loopt een stel voorbij in omgewaaide jassen. Ik kan niet anders dan alleen gezandstraald zijn. Het miesert. De duinen buigen zich voorover. Wat moeten we toch met al die vogels, vraagt er een. De lucht lijkt zich van wellust te ontbinden. Er scheren ruimvallende gedachten om me heen. De huizen wat laag en wat dicht bij elkaar. De gevels goedmoedig, de kleuren wat zwaar. En 's middags na vieren werd de straat het domein. Waar de kinderen speelden, de wereld was klein.
net of alles gewoon zo bedoeld was. Die wereld in stemmig zwart-wit afgebeeld. Wij zijn vandaag ontzettend blij dat we ons nieuwe clubhuis kunnen openen. We hebben heel veel jaren moeten wachten totdat we duidelijkheid hebben wat hier gaat gebeuren bij Achilles. We hebben veel gewacht op het verbouwen van Heracles. Dat is allemaal rond de afgelopen 2 jaar. We hebben aangepakt al het achterstallig onderhoud. We hebben nieuwe ideeën in onze binnenkant van ons clubhuis. En daar hebben heel veel mensen er druk mee geweest afgelopen winter. En dat is nu gereed. En dat vieren wij vandaag bij Achilles. Waarom heeft het zo verschrikkelijk lang moeten duren voordat jullie zekerheid hadden over de plaats waar je de komende jaren kunt korfballen? Ja, die onzekerheid die zit in de ambities, in de plannen die Heracles heeft gehad. En dan praat ik over 2006, 2005. Dat men nog een stadion wou hebben wat gedraaid was, wat groter was, wat op een andere plek lag. Dat had een hele reorganisatie van de complete Ossekoppelhoek sportcomplex ten gevolge. Dat is niet allemaal afgeketst, dat is allemaal gereduceerd tot wat het nu is. Alle amateurverenigingen, inclusief Achilles, zijn tevreden met de plek. Wij hebben de binnenkant helemaal, zeg maar helemaal gestript. We hebben er een nieuw plafond in gemaakt. We hebben de wanden helemaal een nieuwe kleur gegeven. We hebben de hele uitstraling is verfrist. Is een modern jasje gegoten. Alles had een plekje. Het moest worden afgestoft op een nieuwe plek. Een van de dingen die daar nieuw in is, is onze Hall of Fame. Dat is een hele grote lijst. Daar kan elk lid zijn eigen moment of glory kan die daar inbrengen. Iemand vinden met korfbalervaring en aanspraak in Almelo, dat was niet zo heel moeilijk. Ook al buurman. Meneer Sven, ik geef u graag het woord om vervolgens de openingshandeling te brengen. Ja, dank u wel. Ik ben een beetje, gelukkig staat hier een beetje laag, maar ik denk, ik doe het hier naartoe. Dus we vroegen aan de eerste plaats om dit te gaan doen. Toen dacht ik, ja, dat is een unieke gelegenheid om eens een keer weer de plek te bezoeken waar ik vroeger zelf gespeeld heb. Ik vond het een grote eer om hier te komen. Het is inderdaad voor het eerst dat ik van deze kant het stadion zie. En dan word ik eigenlijk ook daar heel erg trots op. Maar jullie kunnen net zo trots zijn op het gebouw wat jullie hier met z'n allen neer hebben gezet. Ja, dan nu de handeling. Het moment de supreme. Ja, zeker feest, kijk eens. Ja, we hebben de korf iets aangepast voor u, maar we gaan er vanuit in de inpoging. Je mag alles doen als je er maar doorgaat. Hey! Het gebouw van de Hagedoren is een prachtig gebouw, maar daar zitten veel te weinig kinderen. En dat betekent dat wij zoeken naar een manier om in dat gebied, in het gebied van de Hagedoren en de kunstmagneetschool, ook op lange termijn een school overeind te kunnen houden. Nou, dat lukt niet vanuit 2 gebouwen. Nou, we hebben gekeken welk gebied de meeste kinderen heeft. Kinderen in basisschoolleeftijd en dat is het gebied rondom de kunstmagneetschool. De Hagedoren School, het schoolgebouw, wordt aan het einde van het seizoen inderdaad afgestoten. Dat betekent dat kinderen vanuit dat gebied een paar straten verderop moeten naar de magneetschool. En de keuze daar is gemaakt door OPOA, dat is de bestuursstichting van het openbaar onderwijs. En die kiezen ervoor om op basis van de scholenvisie die ze hebben gemaakt, samen met alle andere onderwijsinstellingen in deze stad, om juist deze school te sluiten, omdat dat gebied te weinig kinderen aanlevert. Dus ze zakken eigenlijk door een bodem heen. Ach, zou die school er nog wel zijn? Kastanjebomen op het plein, de zware deur. Platen van ridders met een kruis en van Goejan Vernellesluis, geheel in kleur. Die mooie school, daar stond je met een pas gejatte sigaret in fietsenrek. Daar nam je bibberig en scheel en van ellende groen en geel opnieuw een trek.
als de meester jarig was, werd het rumoerig in de klas. En zat je daar. En je verwachtte zo direct een uiterst boeiend knaleffect. De klapsigaar. Je speelde in een schooltoernooi en het begin was wondermooi. Fijn voetbal weer. Je kreeg met 10-1 op je smoel de kleine keeper. We hebben gekeken naar, zoals het zo mooi heet, de demografische ontwikkelingen. Hè? Wat is er aan geboorten te verwachten in een bepaalde wijk? Nou, dan zie je dat de wijk rondom de Hagedoorn eigenlijk steeds minder kinderen gaat krijgen. En de wijk rondom de kunstmagneet veel stabieler is. En wellicht misschien zelfs wat groei zou kunnen laten zien. Die keuze die is definitief. Daar is over gesproken met de medezeggenschapsraad. Ouders zijn daarover geïnformeerd. Na dit schooljaar zitten alle kinderen in één gebouw. En het is ook een beetje een dag voor een aantal mensen ja, die niet leuk is. Want het is een school waar sommigen echt al heel lang hun kinderen op hebben zitten. Soms zelf ook op gezeten hebben. Ja, die dan uiteindelijk dichtgaat. En dat is nooit leuk. Koersbal is een heel oud spel. Wat eigenlijk uit Nieuw-Zeeland of Australië, daar die kant uit is het ontstaan. En het is eigenlijk een verkorte versie van bowls. En we spelen dus op een mat van 8 meter bij 2 meter breed. We spelen met 4 ballen, met 2 personen per 2 ballen. En we hebben zwarte ballen en gele ballen en een witte jack. Je gooit eerst de jack op. En dan, als die in het achtervak komt, is een speciaal vak, dan krijg je een punt. En als daar de zwarte bal of de gele bal dichtbij ligt, dan heb je dus een extra punt. Dan zijn tellen ballen dubbel. Het lijkt heel makkelijk, want als je gewoon rechtdoor gooit, dan komt de bal niet bij het balletje. En als je moet dus eigenlijk met een boogje gooien. Je gooit dus met de bal een beetje naar de zijkant, dat hij dus met een boogje loopt. Het heeft eigenlijk hetzelfde soort als bowls, wat ik al zei. Ja, wij spelen zelf elke week. Wij spelen ook in een competitie. In Almelo hebben we een competitie met 5 teams. Momenteel 6 teams. En dat loopt goed. We willen graag nog meer mensen. Als iemand het leuk spel vindt en denkt van oh, dat is heel makkelijk, dat wil ik ook wel. Maar het lijkt moeilijker. Het is moeilijker als het lijkt. En als u het verder wil zien, we hebben een website. Koersbal Almelo. Daar kunt u het allemaal op terugvinden. Wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu.
Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken KIW en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij KIWAY.